We leven nu in een milieu waarbij die love language een soort risico is. Een cadeautje nee. is nog veel veiliger. Je ja, gaan veel te ver. Nee, in ja, jij nee. hebt, weet je waarom jij dit zegt? Omdat jij dit probleem niet hebt als vrouw zijnde. Klopt. Als jij een man op zijn kont tikt, er is niemand die tegen jou gaat zeggen. Nee. Geen consent, we gaan Mahi nu cancelen. Dat is niemand die dat gaat zeggen. It's complicated, J en Mahi. Ik uh, zie Jack best wel vaak hier en daar komen we elkaar tegen. En dan hebben we een vat het me op dat we het best wel vaak hebben over liefde. Want Jack is best wel een romanticus, wist je dat? Ja, dat wist ik wel ja. Yeah, eh? Ja. And I really ja. like that. En we gaan het vandaag dan ook hebben over love language. Ja. En toen dachten we van ja, laten we dan ook maar gewoon Ik Jack weet wel een beetje iets een beetje iets over zijn love language. Oeh. Als je maar een beetje als je gewoon een beetje goed bij hem scoort hè, als je als dame gewoon wel goed bij hem ligt. Dan uh, gaan de cadeautjes wel hier links om rechts om je oh, oren. Cadeautjes. En niet de goedkopere cadeautjes, uh, kan ik je vertellen. Nee? Ja, hij is niet gierig. Nee, hij is niet. Uh, hij is heel gul. Soms vind ik het te veel. Ja? Ik vind hem soms hij... over de top, maar dat is, daar gaan we zo over hebben. Ik wist wel dat hij gewoon, als je verliefd bent, dat je ook gewoon al over bent. En gewoon diegene ook heel veel liefde geeft en mm -hmm. kan geven. Als ik, als, ik, zeg maar, als ik je echt voel, dan voel ik je echt. Echt. Dus het is niet dat ik dan, zeg maar. Terughoudend ben of zo. Mm -hmm. Ook qua wat Jay zegt. Maar daar heb ik wel van geleerd hoor. Oh jee, ja? jammer. Ja, ja, ja. <laughs> ja, ben je daar iets genuanceerder in geworden of zo? Wat? Zwaar. Waarom? Uh, ten eerste, bepaalde dingen kosten heel veel geld. Mm -hmm. En ten tweede, als jij iemand heel snel verwendt of heel snel heel veel cadeautjes geeft, dan, uh, dan wat moet je gaan kopen uiteindelijk? boot en zo. <laughs> Anders is er niet meer speciaal te <laughs> Toch? Klopt. Maar hoe kwam het überhaupt dat je uh, cadeautjes gaf? Waar kwam dat vandaan? Ja. Is het gewoon puur jouw love language of is het gewoon... Het, het is wel mijn love language, maar in die tijd had ik ook gewoon echt veel pap, man. Mm -hmm. Echt veel. Oké. Okay. Dus uh, Ja, weet toch? Ja, en dan gaan we dan uit. Aan zijn meisje. Wel heel cute, sorry. Super, super smooth. Ik maar ik was het super ook smooth. verloofd in die dingen. Hè. Dus oh. het, is toch, het is niet zomaar... Okay. Dat, dat... Ja, maar ja. Maar dan nog, dan, nog. dan nog is het nog steeds wel een ja, soort van... Nice of zo, laat ik het mm. zo zeggen. Het is niet, ik bedoel. Het had niet gehoeven. Er zijn veel mensen die dat niet doen of niet kunnen of wat dan? Of zelfs kunnen en niet doen, dat heb je zelfs. En dan gaat de relatie ook wel prima of zo. Dus, dus het is wel iets. Maar, 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 maar heb jij meer manieren waarop je je love language uit? Mm. Ik denk dat ik ook wel een lieve kill ben, man. En lief als in? Als in, ik zeg lieve dingen. En uh, veel aandacht geven. Ja, veel aandacht geven. Ja, maar dat is als je zeg maar als ik echt samen met iemand ben, ik denk niet dat diegene het gevoel zou hebben dat ik vreemd zou gaan of dat ik aan iemand anders denk of zo. Omdat je zo op huid bent ofzo. Niet, niet per se op huid, maar ik ga jou gewoon gevoel geven van, toch, ik ben met jou. Hmm. Dat vind ik echt belangrijk als vrouw, hè? Ja. Hè? Als je me het gevoel geeft dat je echt met mij bent en aan me denkt ofzo, met kleine details, dan heb je me al. En attent zijn. Ik ja. heb geleerd dat is heel belangrijk. Attent is echt belangrijk. En hoe, hoe uit jouw attentheid? Als je tegen mij vorige week hebt gezegd... dat jij volgende week maandag half negen ergens moet zijn. Ik weet dat, ik onthoud dat. Dus ik ga echt? zondagavond tegen jou zeggen... bij één morgen moet je de half negen zijn. Wauw. Find yourself a man like Jack. <laughs> Captain Jack. <laughs> <Echt, man. Wow, laughs> okay, Wauw. Dat, dat is echt maar, moeilijk. Maar, he? Dat maar, heeft niet iedereen. Maar Jack, je bent niet de oudste. Ik moet zo zeggen, je bent geen oude lul. Dus als jonge gozer... Heb je toch aardig wat kennis opgedaan op, op dat gebied, vind ik? Ik vind dat dit zijn dingen die je. Ja, het zit misschien in je karakter, maar je komt er ook achter wat er, wat, wat er in je karakter zit. Wat wel werkt en wat niet werkt. Je bent erachter gekomen dat dit werkt. Waar heb je deze dingen geleerd? Of weet je, waar heb je deze dingen opgepikt? Ja, ik denk dat ik. Dat ik uh, twee, echt gewoon twee serieuze soorten van relaties heb gehad. Uh, dus ik denk daarvan. Maar ik zag laatst een quote op, uh, op uh, TikTok van. Elke tori voor je 25ste is gewoon jeugdliefde. Dus eigenlijk betekent het ook niks. Hoe oud ben je nu? Uh, 23. 23. Maar het betekent, betekent het voor je ook niks? Of... Ja, Want er hebben. zijn ook genoeg mensen die voor hun 25ste met iemand zijn gegaan. En nu zijn getrouwd, kinderen hebben. Ja, maar dan ga je nog steeds met de jeugd, je, je, je jeugdliefde. Ja, Snap je? Dus okay. dan zeggen ze, Maar dat betekent ik, niet ik dat die liefde steeds, nep is. Ze, nee, maar ze zeggen dan ik ben nog steeds met mijn jeugdliefde. Mm -hmm. Snap je wat ik bedoel? Ja, oké. Okay. Want ik heb ook wel dat gevoel wat hij zegt. Alles wat voor mijn 28 is gebeurd. No disrespect naar mijn exen. Dat bedoel ik niet per se. Mm -hmm. Maar ik had eigenlijk. Ik heb me best goed gedragen, vind ik. Oh, ik heb me best goed gedragen. Ik, ik had ik nog even wat gekker kunnen doen. Niet alleen op het gebied van liefde of zo. Maar ik had nog wel wat gekker kunnen doen. Achteraf dacht ik. Ik denk voor mij. Of misschien. Ik weet niet of, dat, of ik voor vrouwen mag spreken, dat moet ik gewoon laten. Maar ik was wel heel serieus in mijn relatie toen ik jong was. En ik had bewijzen van met diegene kunnen trouwen. En hij was een motherfucker. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Dat, 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 dat wel. Ja. Ik had ook gewoon wel van elke relatie die ik had. Was wel van de intentie is om voor altijd met deze persoon te blijven. Zijn, ja. Er was geen relatie die ik langdurig heb gehad. Waarbij dat niet het idee was. of Waarbij ik überhaupt een mogelijkheid zag. Van een, een dag na haar of zo. Mm -hmm. Geen dag na haar, dat is gewoon samen tot het eind. Ja. Dat wel, maar dat betekent niet dat je niet in een popular star in dat je, dat lijf je lijf zit. Zeg maar. Die popular kan uitgroeien tot iets groots, toch? Klopt. Mijn tante is bijvoorbeeld getrouwd met haar gewoon vriendje van af haar zestiende of zo. Mm -hmm. Wauw, dat is echt lijf. Dat is crazy, toch? Dat is echt crazy. In deze tijd ken je dat niet. Het is de enige kerel die ik ooit, maar ik mijn tante ooit mee heb gezien, gewoon. Sinds ik me ja. kan herinneren, gewoon. Ja, mijn moeder is ook getrouwd met mijn vader op haar achttiende. En zijn nog steeds samen. Dus dat is ook. Ja. Soms vind ik dat ook heel knap. Maar ik begrijp het wel, want ik vind zelf ook. In je twintiger jaren ontwikkel je zodanig. Dat het soms wel lastig is om in je eigen change en in die persoonse change nog steeds elkaar te kunnen vinden. En dezelfde. Snap je wat ik bedoel? Kan je vinden wat ik. Ik snap wat je bedoelt. Want je verandert heel erg allebei. Ja, maar ik denk dat, uh, dat zeg maar compatibility, compatibility bedoel ik dus zeg maar dat je in hoeverre je hetzelfde bent en hetzelfde ja. denkt dat dat ik vind dat niet per se een goede graadmeter uh, uh, voor hoe succesvol een relatie gaat zijn maar wat ik wel denk en toevallig hebben we het toevallig vandaag ook daarover is je love language ik denk dat dat wel cruciaal kan zijn dus als jij bijvoorbeeld van knuffelen houdt en je partner totaal niet en hij heeft de andere love languages die je nodig hebt ook niet klopt. ik weet niet of dat lang gaat werken al dat verandert jij, al verandert je partner, weet je, toch? Wat voor love language vind jij belangrijk van je partner? Kijk, volgens mij, ik had ik ooit gelezen dat het zijn vijf specifieke dingen maar... Nou, ik, <laughs> uh, wij hebben ze hier inderdaad. Uh, de eerste is zeg maar gewoon uh, bevestigende woorden, weet je. Woorden wa waardoor ze gewoon weet van, oké. Okay, het zit goed. He still likes me, he still mm -hmm. loves me. Dat is heel belangrijk. Ook als je verandert. Mm. Vooral als je verandert, is dit denk ik een belangrijke toren. Mm. Ja, je belly is opeens groter. Dus ze wrijft over je belly. zich zegt je bent sexy. I love your belly. Je bent sexy mollig. Opeens, hè? Ik ben sexy mollig. Ja, uh -huh. toch hard je haar groeit niet meer. Hij lekker kaal, man. Ik... Ja, oké, okay, nice. Dat, dat is bijvoorbeeld worst of information. Van die kleine details. Um, tijd en aandacht, sowieso. Tijd en aandacht. Is dat ook een beetje? Ja, love zeker. Love letter. Ja. Van schat, ik uh, maak tijd voor je. Ik ben heel druk deze week, maar dan heb ik nog een gaatje. Zet. Laten we Cadeautjes. samen uit eten gaan. Cadeautjes. Cadeautjes. Yeah. Cadeautjes. Cadeautjes wel, tot, tot nu toe heb ik ze wel allemaal, denk ik. We zijn niet. Dus, dus, in, de dus in, in de vorm van daar. Dus uh, schat, je, je, je vertelde me twee weken geleden dat je morgen half negen moet zijn. Uh, ergens moet zijn. Moet ik je brengen? Ja, toch? Maar weet je wat ik ook bijvoorbeeld heel cute kan vinden? Stel, je bent met elkaar ergens aan het wandelen of je loopt ergens en er is... Een bloemetje ergens en je plukt het en je geeft het aan iemand. Nee, dat ben ik niet, man. Nee? nee. Niet, Gewoon iets, iets heel kleins. Ja, nee, de en een, een zou zeggen detail. dat het corny is en de ander vindt dat weer geweldig. Dus dat is ook iets wat je moet aanvoelen. Waarom ben je dat niet? Zo, zo denk ik niet, denk ik, man. Nee, dus als je ergens met elkaar loopt, je bent aan het collectie. Ik zie een bloem zo uit die aarde en dan ga ik hem pakken. Yeah. Nee, toch? Het is moet met. ergens. Misschien <laughs> ga is ergens ik dat doen moet. Het is is huidig, Hele kleine details doen het hem heel veel voor. Een vrouw. Hey, ik, er is nog eentje die op dit ding staat. En die vind ik bijvoorbeeld heel belangrijk. Oeh. Lichamelijke aanraking. Ja. Toch wel hè? Als iemand even deze ja, toch bij je doet of even Zo. die arm op mijn schouders. Of, ja, maar. Ik heb dat zelfs bij mijn homies, gewoon dat ik bij mijn matjes altijd op hun schouders op pak van. Ay, fuck you, broer. Het is toch het is wel een gemeend. Soort van, ja, een soort van. Maar ik doe dat niet bij mensen die ik niet voel. Nee, 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 nee. Dan Snap is je? het ook niet. Zet ik geen arm op mijn schouder en in een relatie. Is dat wel een toer? Ik ben wel die knuffelguy, zeg maar. Mm -hmm. Zij, ben jij die knuffelguy? Ja, ik ga stuk. Ik ga stuk. ga ja, echt wel knuffel. Maar jij bent volgens mij ook de knuffel. Ik ben super. Ik raak misschien iemand te veel aan. Dat is het probleem. <laughs> ik vind bijvoorbeeld cadeautjes mm -hmm. niet per se belangrijk. Dat geloof ik niet. Ja, ja okay. dat, dat ik geloof is zo. Dat, dat is een ding echt. Mannen denken dat vrouwen echt, laat maar zeggen, cadeautjes. Nee, willen je, nu, je ging net niet voor de vrouwen praten, maar je gaat wel voor de mannen praten. Ja. <laughs> Maar, maar mannen denken vaak van dat vrouwen uit zijn op bijvoorbeeld materiaal. Maar vrouwen zijn echt toch wel vaker uit op bijvoorbeeld attent zijn, de deur voor je open houden, je maar, maar als je zo je denkt tas van, van uh, mannen denken dat vrouwen erop uit zijn, dan gaat het toch wel mis. Als ik dat denk dat een chickie erop uit is, ga ik haar toch helemaal niks geven? Ga ik toch haar behandelen hoe ze behandeld wil worden als ik dat gevoel heb? Dan ga ik jou misbruiken, want jij wil mij misbruiken. Ik snap hem niet, nog een keer. Ah... Uh. Zeg maar, als, als ik het gevoel heb dat ja? jij met mij bent om iets Materiaal. eruit te halen, ga ik bij jou eruit halen. Mm. En dan op mijn manier. Nee, maar ik, wat ik, ik snap wat je bedoelt. En dat is ook inderdaad niet goed. Maar ik denk dat het meer is dat we een soort beeldvorming hebben gemaakt dat cadeautjes belangrijk zijn of zo. Terwijl, ik vind dat niet per se. Of dat, je, dat, dat, dat bijvoorbeeld in heel veel tracks wordt gezegd van zij verdient een burk of een burk in dit of dat. Maar Kijk, dat is het allemaal niet. Als je klaar bent, roep me. Oké. Okay. Geniusing. Kijk, De meeste dingen die mannen als tendens naleven, dus iets wat, wat, waar sommige mannen van denken, dit hoort, hè, dat horen wij voor jullie te doen, komt van jullie af, hè? Ja, ja, ja. En nu wil jij de bal weer terugkijken. Nee, 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 nee. Het feit nee, dat wij een ring <laughs> kopen, omdat we ons hele leven met jou willen zijn, ja. wat heeft die ring nou mee te maken, blijkbaar nu wel? Ja, maar dat is een symbool. Oh, het is een geen cadeau, is het een... is symbool. Ja, maar een symbool. Ring... Het, het feit dat wij een huis willen fixen die comfortabel is met een extra kamer voor een babykamer, is ook omdat wij een kind willen, maar we willen jou. Ja, we man. willen de vrouw hebben. Maar die regelt de vrouw ook samen met jullie. Het is niet altijd dat een man die regelt. Zeker met wat weten. Dus als een man Sorry. geen auto heeft en jou niet kan ophalen voor een date, is dat helemaal niet erg. V vrouwen vinden dat inderdaad echt, maar ik vind dat niet per se erg. Nu ga je ook voor vrouwen, weet je? Ik ga je even uit de ja, okay, deens halen. <laughs> ik ga je uit de deens halen. Er zijn mensen, kijk, kijk, kijk. Klopt, maar ik begrijp je wel in deze. Jij zin. zei net van, nou, tenminste, ik, ik vind in de eerste gedachte ook van, oh, cadeautjes zijn niet belangrijk. Maar ik ben wel toch anders daarover gaan denken, man. Hmm. Want ik zeg je eerlijk, in een cadeautje, weet je wat er in een cadeautje ook zit? Even als ik die lijst erbij haal, zit ook tijd en aandacht in. Snap je? Je hebt gewoon in de tussentijd ben je gaan zoeken, gaan kijken. Oh, dit vindt ze nice. Oh, dit is ook iets waar ze het een keer, ik zag er een keer dat ze dit aanwees. Of hier had ze een keer met de vriendin over. de hoorde het toevallig. Je pakt die. Oh, blauw is haar lievelingskleur. Dan pak je die blauwe van die. Ja, ja, ja. Je, je pakt het even in. zo in. Daarna zegt, dat je is je op tijd gelijk. en aarde. Dus cadeautje is eigenlijk... Het is wel, het is, laat maar zeggen, het, het is echt nice. En ik kan het heel erg waarderen. Maar het is niet, laat maar zeggen, mijn nummer één of zo. Oké. Okay. Dus je zou, zeggen, je, zou, je zou eerder zonder cadeaus kunnen leven dan zonder knuffels? Precies. Of dat you. iemand tegen you. me zegt een complimentje of een waardering uitspreekt. of zorgzaamheid toont. Maar wat is het laatste cadeautje wat je van een man hebt gehad? Zo, so, laten we even nadenken. <laughs> ik ben sowieso al heel lang single. Dus ja, ik zeg je eerlijk, ik weet het niet. Maar ook in mijn vorige relaties, ik kreeg niet per se veel cadeaus. Um, maar wel gewoon liefde en aandacht. En daar ga ik meer op. Goed op. Wat is het laatste wat jij hebt gegeven. Gegeven. Het aller, allerlaatste. dat moet ik even goed nadenken. Maar ook krijgen, maar dan krijg toch ook cadeautjes. Ja. Ja. Een outfit en een, 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 een best wel een leuk tasje, zeg maar. leuke tas, laat ja. ik het zo zeggen. Mm. Ja. ja. En jij? Gegeven of gekregen? Allebei. Het laatste wat ik heb gekocht, dat, dat was eigenlijk echt heel iets schattigs. Was. Uh, oh, ik was met mijn chickie chickenmaas wel lang geleden. En ik ging boodschappen doen op scooter. En dat was kermis. Ik ging zo high, grote beer binnen. Oh my en god, dat is echt cute. En het regende kapot hart. Dat is denk ik het laatste wat ik heb gegeven. Zoiets zou ik wel echt heel maar leuk Maar dat vinden. is ook een soort van... Dat, hey, dat ik vind dat een sterke. Ja, toch? Want, en het regende hart, hè? Maar ik wist ook punten scoren, puur. Daar scoor je echt punten ja, mee. Want het laat ook weer zien dat je aan diegene hebt gedacht. Dat je moeite hebt gedaan. Ik ga door de regen voor jou. En die beer was echt groot. Hè? Ik kon hem niet tillen op die scooter bijna, hè? Echt? Ja, man. E, Oké. Okay. En wat, wat is het laatste wat je hebt gekregen? Uh, uh, poga. Ik weet niet of jullie weten wat is, dat is. Wat is een poga? Is zeg maar een koffer. Mm -hmm. En daar kan je je PlayStation in zetten. En daar zit een TV oh, dat? in. Ja. En je kan ja. overal meenemen. Oh, die Zo. ken ik, man. Ja, die ken ik. Deze vrouw hield wel echt van jou. Ja, nou, dat weet ik niet. Maar... <laughs> Sorry, maar dat zou wel echt de laatste cadeau zijn die ik me mag geven. Ja, maar als je man wel. dat leuk vindt. Het is ook gewoon een dure toren. Het, het, gaat om, om man man het gaat toch om je man, toch? Het gaat toch om je man op dat moment? maar je ga je... Nee, dat vind ik raar. Dus jij zou een cadeau geven waar je dan zelf ook een beetje wat aan hebt. Dat nee, je nee, doet? niet zelf wat aan hebt, maar het gaat me wel storen dat ik de hele dag aan de Playstation is. Nee, maar is is. Op reis. als ik op reis ben, er zit gewoon een TV in koffer. Oh, misschien zelfs beter. Dan kan hij Playstation yes. en dan kijkt hij niet naar andere vrouwen. Yes. Yes. Ja, zij snapt, zij snapt het wel hoor. En ik kan op dat Playstation, jij kan gooien. Kim Kardashian tory kijken op tv en zo. Oh ja, ook ja. ja. ja man, goeie. dat is wel een goede man. Die ga ik even opschrijven. Ja, schat, schat, zullen we gamer jij tv kijken? Ja, is cool. bam bam bam. Ja, 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 hey, ja, ja, dat is wel en wat is een voor jou? Van deze vijf, een van de belangrijkste. Denk toch wel aanraken man. Aanraken? Ja man. Is maar niet toch een raken? He? He? Enzo, nee, dat that, is <laughs> <ma> <laughs> alleen voor dat is alleen <for Mattis. laughs> En ja, tijd en aandacht Ik Denk dat. Maar um, kijk, ik heb ook wel eens bijvoorbeeld meegemaakt... dat ik uh, bijvoorbeeld uh, met een bos bloemen op straat liep. Letterlijk meegemaakt. De, de, de laatste keer dat ik met bos bloemen op straat liep was dat ook. Zei die man... Uh, zo, heb je iets uh, goed te maken of zo? Zei oh man. shit. <laughs> het was toevallig niet het geval. Mm -hmm. um, goed, ik weet eigenlijk ook niet eens meer waarom ik die bloemen had gekocht. Soms koop ik gewoon, gewoon dingen liefde, om soms. het even te kopen. En toen dacht ik... Ja, dat is ook een toerie. Soms wordt het ook wel gezien als van, ah, jullie doen dit omdat jullie gewoon iets goed hebben, goed te maken. en soms is het ook een goede manier om iets goed te maken. Mm. Heb jij dit wel eens? Uh... Bro, ik, heb, ik heb een hond gekocht om het goed te maken. Ik een heb een tattoo gezet om het goed te maken. Tatoe, Zelf gezet, een tattoo ta gezet? Ta ja, ja, maar... Is het iets wat we kunnen zien? Ik heb weggehaald. Ja, maar puur. Mm. Ja, Heftig. Ja. Hond, tattoo. Ik denk ook wel een paar schoenen en een paar tassen. Maar ja. Hé hey bro, jij bent wel een ja, Romantische man. Kijk, die tattoo zou me misschien wel... Maken. maar die hond en die schoenen, weet ik niet. Dat als vraag. je van een hondje houdt. Want de tattoo is echt Was van op jouw echt schattig. Klein, ja, maar die, lief, die hond is niet, laat maar zeggen, die tattoo is op hem. Snap je? Jij bent de... een beetje bezitterig getikt. Ja, man. Sorry. Ja, ja, ja. En is er een ja. andere chickie komt, die zit precies mijn. Wat heb je getatoeëerd eigenlijk? Ik heb haar naam gezet. Zie je? Ik heb laatst zat ik in de studio met de artiest. Hij heeft de gezicht van zijn wife op zijn schouder. Ja, maar met die kan je nog wegkomen. Ah, kijk, als ik stel. Zeg kan maar, je nichtje zijn? Het kan gewoon, ja, het kan gewoon een model zijn. <laughs> het zo. was eind. En ik, ik lag met iemand en ze vroeg: van... Hé, hey, wat is die naam? Dan moest ik zitten en gooien daar, die was niet uh... gezond. Maar als jij hoofd van iemand hebt, kan je zeggen: Ja, het is gewoon, uh, weet ik veel. Ik plaatje. denk ook wel dat ik het als vrouw moeilijk zou vinden als ik met een guy zou daten die iemand anders naam nog zou hebben. Maar, Oeh. Ja, ik ging gewoon, Toch? Ik, zeg maar, ik ging gewoon liegen: van... Die. Nee, is dat van dat en dit en dit. De naam zo? van mijn oma. De naam van mijn tante. <laughs> In die kant. Wauw. Wow. <laughs> Hoe zouden jullie dat vinden als een vrouw. Waarmee je deed de naam van een man op zijn lichaam, heeft nog van een vorige relatie. Ik zou niet met haar gaan, dan zou het wel slaan, maar ik zou niet met haar kunnen gaan. Ja, het is een beetje apart, man. Ja, ik heb het gelukkig nog nooit meegemaakt, dus het is best wel moeilijk inzicht te Ik heb nog nooit meegemaakt, hoor. Ja, aan de ene kant denk ik, ja, whatever, man, ik... nee, toch, of die naam er nou op staat of niet. Diegene is er toch wel geweest in haar, in, in haar <laughs> leven. Dat ga ik niet uit kunnen wissen. Dat is wel zo. Dat ga ik niet uit kunnen wissen. Dus ik weet niet. Maar het moet niet op een plek zijn waar, waarop ik aan herinnerd word. Op een moment dat ik er niet aan herinnerd zou willen worden. You get Goeie. I get you. Goeie pu. Ja toch? I get you. Oké. Okay. Oké. Okay. <laughs> en dat qua love languages hè. Want um, bij mannen en vrouwen verschilt dat wel. Mm -hmm. um, ja? Is dat zo? Ja. Ik vind dat mannen zijn wat meer een gever toch? Maar nee, stop hier mee, niet stop. Klopt het niet? Nee, je zet jezelf in een positie die niet handig voor je is. Waarom? Omdat niet alle mannen hetzelfde zijn, niet alle vrouwen hetzelfde ik zeg, zijn. Mannen zijn vaker. Ik denk dat al, kijk, ik ga weer het rijtje voor mijn neus halen en okay. ik zie alle vijf bij mannen en bij vrouwen. Het is gewoon per persoonlijk toch? Maar maar. Er zijn bij vrouwen die en vrouwen echt. Vrouwen ik heb bijvoorbeeld uh, ook meegemaakt dat ik een ex had die heel veel cadeautjes ging kopen. Die was heel veel van het cadeau. Niet dat mijn huidige vrouw dat niet doet, maar zij was heel veel. Ze Cade was een beetje. Oké. Okay. <laughs> heel veel cadeautjes. Okay. Dan zetten we even anders in. Even knip. Um, dan gaan we even terug naar de vijf feitjes. Want het mm. verschilt per persoon. Ja. Um, maar hoe, hoe is het bijvoorbeeld. Um, want kijk, de aanraking kan ook bijvoorbeeld, bijvoorbeeld in de beginperiode lastig zijn. Toch? Hmm. Of juist heel veel en dan minder worden. Ja, kan ook. Maar wat bedoel je? Aanra aanraking van knuffelen? Of ja, maar gewoon je zit van... gewoon rustig opeens voor je die arm zo paap. Even. Ja, of dat je loopt en dat je arm en dus arm. Ja, lang ze speelt hand. met je haar. Kijk, maar ik heb geen hartje. Ja. Ja. Zij speelt met je haar, pap. Je denkt ik, vind ik man. Ik denk, ik denk zodra ijs zeg maar, gebruikt is, dat dat gewoon is, of niet. En dat is die vibe tussen jou en die vrouw, denk ik. Mm -hmm. Sommige vrouwen houden helemaal niet van aanraken. Klopt. Ja, hoe snel weet je eigenlijk dat het oké okay is om aan te raken? Dat was eigenlijk mijn vraag ook wel een beetje. Maar ik formuleerde hem verkeerd. En ik vind persoonlijk... Dan nou ga ik iets doen gedeeltelijk wat jij, wat ik, waarvan ik jou heb gezegd dat niet te doen. Maar dit is wel een feit gewoon. Dit kan ik durf ik wel te zeggen. Veel mannen, veel mannen zijn wel voorzichtiger naar de vrouw toe, zeg maar. Met aanraking. Ik denk dat de vrouw eerder kan wegkomen met een aanraking dan een man. Snap je? Dat begrijp ik wel. Snap je? Dus als man denk je wel... Ik, ik als man denk wel vier, vijf keer na. Als ik een... Al is het een een mattie aanraken of zo. Kijk, wij kennen elkaar dus een beetje anders. Wij weten wat onze grenzen zijn, maar als ik een vrouwelijke mattie heb, ja. Ja, tuurlijk. Snap je ook, als je, je op date zou zijn met een meisje, je gaat niet zomaar je armen maar nek slaan of zo. Terwijl als een meid het bij een guy zou doen, dan is die zou ze er makkelijker al. mee wegkomen. Maar wanneer kan bijvoorbeeld, als je een date hebt en het is echt superleuk en jullie lopen eigenlijk die restaurant bijvoorbeeld uit of zo, mm -hmm. noem maar wat. En zij doet haar arm om je arm, om samen te lopen. Of ze pakt je hand. Dat is een goede toren om die ijs te breken. Maar wat Jay zegt, ik denk dat een soort van dat, dus die kleine eerste, zeg maar, stapje. Uh, dat die vrouw die moet doen van, oké, okay, jij zoekt, soort, is dat affectie, is dat het goede woord? Ja, man. Ja, en, ja. En jij zoekt dat en dan ga ik jou geven. Zo. Ja, maar een vrouw vindt het ook heel fijn als die man dat doet na die restaurant. Want dan weet ze, ah, oké, okay, het zit wel echt goed wat ja, hij doet. Ja, maar 99% van de vrouwen, als die man dat doet of hij doet... Misschien net ietsje anders. Gaan ze een bash op Instagram of op Twitter. Dus ja. Ja kijk. Ik denk dat dat een goede deal zou zijn. Kunnen we een deal sluiten. Alle mannen en alle vrouwen. Dat, dat, we, dat, dat we vinden van zeg maar. Um, in een soort van hetero. Uh, uh, gebaseerde dating life. Dat wij mannen de eerste zet zetten aan de date zelf. Mm -hmm. Dat wij die eerste stap zetten. Wij nemen je mee. Je hoeft niet eens na te denken waar je naartoe gaat. Wij bepalen dat dan nee. wel. Wij zeggen wel, wij gaan die date doen. Je zegt nee, terwijl je weet ja, niet die... waar je naartoe gaat. En dat jullie die allereerste affectie aanraking stapje doen. Nee. Al is die dus, al nee, het die allemaal aanraking. Nee, het hoeft alleen niet even die Anu zijn of nee. die handvastpak. Alleen die. Nee. Ja, maar hoe weten wij dan dat we niet te ver gaan? Hoe weten dat, wij dat? Dat voel je toch wel als die date gewoon gezellig voel je, is? Voel je. Voel ik je. denk het ligt eraan of je na die date zeg maar <laughs> nee, allebei nee, naar huis nou gaat of naar wij. jouw <laughs> <laughs> huis. Denk Wat zeg je? Dat, ik denk zeg maar na die date of je gaat naar één iemand naar huis. Nee, je moet niet naar huis gaan. Niet naar huis? Nee, Aan we gaan niet naar maar huis. We gaan niet naar huis. Daar kom je erachter, toch? <laughs> ja, daar kom je daar kom erachter. Je erachter. Dan, gaat het, dan gaat het alweer helemaal fout. Nee, maar wat is fout? Da nee man, je moet niet naar huis gaan. Je moet eigenlijk... Ja, maar wat als dat die vibe is? Dat voel je toch? Ik denk gewoon oprecht... Iemand zei dat. Die toch? man... <laughs> Jay Johnson. <laughs> die man vraag je op date. En nu is het gewoon even een uit eten, een dinner date. Ja, toch? Je gaat... Dineren, het is leuk, het is gezellig. Je voelt op dat moment wel, geloof me, zowel de man als de vrouw voelt wel van het zit goed of het zit niet goed. Je loopt naar buiten en ik vind altijd voor allebei: als jij het gevoel hebt dat je haar hand wil vasthouden, of als zij het gevoel heeft dat, hij, dat zij zijn hand wil vasthouden, moet je het gewoon doen. Nee, maar je gevoel. Nee, nee. Ideaal, want als nee. we het allemaal gaan inhouden. Dan maken we elkaars leven toch hartstikke moeilijk. Je hebt gelijk, dan wel. Maar ik heb de oplossing. We hoeven ons niet allemaal in te houden. De mannen gaan zich inhouden. Nee, en de Jay, vrouwen waarom? pakken gewoon de handjes vast. Waar, Gooi waar, de arm oh we halen een beetje water bij de wijn en dat is gewoon die nieuwe ding. Maar waarom water bij de wijn? Hmm. Omdat Wat? alleen wijn, daar raak je uitgedroogd. Je moet een beetje water erbij hebben. Dat is gewoon. Hoe het maar waar werk. Is die, waar, wanneer komt die wijn dan? Nou, bij de dat omdat dan je, die stap. Alleen omdat je die date hebt gevraagd. Nee, we betalen die date ook toch? Oh. Nee, we, kijk, wij zijn verantwoordelijk voor die eerste stap. Maar schat, dat betalen, ook al vond je het niet leuk, betaal je het nog steeds, toch? Ja, maar dat is het risico van het vak. Ja, oké, okay, dus dat geld, is niet. Voor een hetzelfde geld. van, het was echt leuk met elkaar. Nee, maar voor hetzelfde geld vind je de liefde van je leven, dat daar moet je even een beetje in investeren, vind ik. Soms, Verena zegt het, soms moet je investeren in de liefde. Je kent die poko, toch? Ja, dan moet je haar hand vasthouden. Ja, maar dat. Ja, maar kijk, weet je wat het wel is? We leven nu in een milieu. Waarbij die love language een soort risico is. Een cadeautje nee. is nog veel veiliger. Jullie ja, gaan veel te ver nee, in ja, nee. hebt, Weet je waarom jij dit zegt? Omdat jij dit probleem niet hebt als vrouw zijnde. Klopt. Als jij een man op zijn kont tikt. Er is niemand die tegen jou gaat zeggen. Nee. Geen consent. We gaan hier nu cancelen. Dat is niemand die dat gaat zeggen. Welke vrouw? Welke vrouw? Noem één vrouw op alsjeblieft. Please. Schat, mag, ik, mag ik? Mag ik? Noem één vrouw op die de afgelopen jaren is gecanceld. omdat zij een ongewenste intimiteit had gepleegd bij een man. Noem één. Ik begrijp je volledig. Nee, maar weet even. Weet even. Ik heb ze niet. Gaat het lukken of oh, ga, gaat het lukken? Nee, maar ik ga je wat zeggen. Oké, okay, ik luister. Nee, je bent echt vervelend. Ik maar. luister. Anyhow, ik begrijp waar jullie vandaan komen. maar iemand op de kont slaan of op een manier aanraken. is heel wat anders. Nee, dan ik. dat je in een date voelt. iemand lijkt je en je houdt uit liefde even je hand vast. En die zegt, ik ben met jou, ik bescherm jou. We lopen nu de, st de straat over om naar mijn auto te gaan. I got you. Dat is een hele andere uiting dan... Ja, maar dan... Maaie, jij baseert deze afspraak... Je, of dat diegene je bij je zij grijpt Oeh, of zo. Een hand en een zij is heel wat anders. Ja, dat is waar. Maar kijk, jij baseert nu... Zeg maar... Uh, deze regel op jouw wensen. Nee. Maar we hebben ook te maken met... met, met dat wij mannen niet altijd aan kunnen voelen... Wanneer zeg maar het. Kijk, een date kan heel goed gaan, maar diegene hoeft geen handje te houden. Dan hebben wij niet zomaar diegene in een ding gezet door een hand vast te pakken. Laat het lekker aan haar over. Zij bepaalt de regels als het gaat om fysieke aanraking. Nee, ik bij is het Niet mee. Dus, eens. Ja, ik ga niet akkoord. En, je en, moet het gewoon... Mag ik wat vragen? Nee. En, en, oh, wauw. Oké. Okay. <laughs> maar is, dit, het is gewoon... dit omdat jij zoiets hebt van. Jij wil dat die man de eerste move maakt? Ook niet. Ik vind gewoon, huh? je moet leven in het moment. En degene die het voelt, moet het gewoon doen. Ah, zo? Dat vind ik. Okay, dus zo. ik zeg niet dat een man het moet doen. Zeg maar, dus, kijk, die, uh, die eten, die uiteten, we hebben het nu over uiteten toch? Ja, bijvoorbeeld. Is dat met tappen of zonder tappen? Dat zijn aan jouw schat. Ja, kijk, zij wil geen, geen water bij de wijn, bij mij wordt het alleen maar water wijn. Water ook, bij de cola. Dat ook een verschil maakt. Ja, daar geloof U, ik ook wel in, ja. Ik hou van als ik ga uit eten en helemaal, zeg maar, stel ik niet meer eten. Na, Nou, gewoon drinken. A een goed wijn, als ik jou dronken zie en je gaat het opeens gek doen, wil ik jou ook niet meer, begrijp je? Tuurlijk, maar dan nog. Maakt dat ja. verschil in het handje van samen? Je gaat eerder, als je dronken bent, ga je eerder, zeg maar. elkaar opzoeken. Ja, toch? Kan. Ik heb het nooit meegemaakt, ik ben nog nooit dronken geweest. Peter? Ja. ik kan er niet over praten, jongens. Jullie kunnen. Ja, hartstikke Het komt je helemaal <laughs> hartstikke goed uit. Um, Jack. <laughs> heb jij wel eens meegemaakt evilend, hè? Nu kom je me. Wat is er dan vertel? Ja, we hebben vandaag echt ruzie. Nee we hebben geen nu ruzie. Komt het jou goed uit? Nee we bespreken gewoon wat dingetjes en soms denken we een beetje anders en daar moeten de kijkers af en toe ook een beetje aan wennen, want wij denken heel veel eigenlijk hetzelfde. Klopt. En als we dan eindelijk een keer iets vinden waar we niet hetzelfde over denken, dan vind ik het leuk want dan wil ik het uitpluizen. Mm. Maar ik zeg je eerlijk Maaij, deze vind ik niet eerlijk van jou. Nee. No. Deze vind ik echt niet eerlijk van jou. Ik ja, zeg want... samen. Ja, ik vind dat niet eerlijk. Ik vind het niet eerlijk van jou. Waarom moet de vrouw dat nou weer doen? Oké, okay, dus jij vindt ook dus dat de vrouw ook de eerste stap kan maken... en de date kan uitzoeken en de guy kan approachen. Ze kan niet de date uitzoeken en de date inplannen... maar ze kan wel de eerste stap zetten naar de jongen van... I like you, misschien kunnen we een keer afspreken of zo. Hey, bro, maar dan mag de jongen... Gaan, laat deze story. In ieder geval, Jack, <laughs> toch? Wat is zeg maar de allergrootste liefdesgebaar... die jij ooit hebt gedaan aan iemand? Oeh... Ah, Waarom moet ik lachen? Ik het is een liefdesgebaar. ga stuk al. Ik wil bijna zeggen, zoals die teddybeer in de regen winnen, want het duurde lang, hè? Mm. Met die apparaat, zo, die ding. Ja, ah. ja dat is niet waar eigenlijk. Zo, uh... <laughs> so that changed quick. Ja, hij is wel quick. eerlijk, hij is yeah. wel eerlijk. Ik, ik, denk, uh, uh, ik denk, ja, toen ik uh, mijn ex-ex, zeg maar, te huwelijk ging vragen, mm -hmm. dat is volgens mij wel echt lief, denk ik. Hoe heb je dat gedaan? Nu ben ik echt benieuwd, man. Uh, uh, hoe, had dat hoe had ik dat gedaan? Is het zo lang geleden? Zo, best wel, man. Dat ja. is dat vier, jaar of zo. Maar je moet beseffen hoe jong hij is. En hij heeft en het al gedaan. Is zijn ex-ex al gevraagd? Toen dus. was je 19? Ja, sowieso. Wow. dat ik het goed heb, hè. Wow. Maar er is ook veel gebeurd, begrijp je? Uh -huh. Ook in die tussentijd en zo. Ik zeg eerlijk, ik weet niet. Ik, het was heel leuk. Dat weet ik nog. Het is de eerste keer dat je het hebt gedaan in je dat is ook weet het de niet laatste het keer. Je ja. gaat nooit meer iemand in het ja, vragen. Dat past wel, maar ik denk het niet. Voorlopig ja, wel, niet. Ga je wel doen. Geloof ik. Niet, je doet het. Hey, er, zijn, er zijn goede vrouwen hoor. Ze zijn er nog hoor. Ze zijn dat, er zeker. Dat geloof nog. ik man. Maar ik hou van leven, heb ik gemerkt man. Ik die, kijk me niet eens is meer. Dat aan. De, is dat de reden dat je vrijgezeld bent dan ook dan? Ik denk, die single life geeft me wel voldoening. En dat is niet omdat ik loop te of ofzo. Hmm. Maar ik dat kan is omdat op ik, zijn. ik Ik hoef aan niemand verantwoording af te leggen, niemand die me wantrouwt. Niemand die chaos met me doet. Ik kan gewoon lekker met mijn vrienden uitgaan en dat soort dingen. Maar is dat niet omdat je ook gewoon een lange periode veel in een relatie bent geweest... en dat je nu even op adem komt? Uh, uh, nou, ik... Zeg maar dus... Mijn volwassen jaren vanaf 18 is mm. 5. Daarvan heb ik 2,5, 3 in een relatie gezeten. Dus ik denk het wel. Mm -hmm. mm. En je hebt natuurlijk een eigen carrière die ook veel aandacht en tijd vraagt. Ja, man. Bijvoorbeeld Anno en, en Beer Hun haten het net als ik chickie heb. Waarom ben je dan minder gefocust? Ja, ben met die chickie. Oh, je bent okay. echt dat, dat een zijn lovey dovey guy. Ja, ja, maar hij is de lovey dovey gewoon. Dus. Ja. Je ja. bent ook wel een guy die snel verliefd kan worden, of niet? Zo, so, tien minuten zo. Maar die gaat ook, <laughs> ook weer na tien minuten weg. Ja, het brandt snel op. Na tien ja. minuten weg. Oh shit. Gevaarlijk. Oké, okay, en wat is laat maar zeggen, het duurste wat je voor iemand hebt gekocht? Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Heb, is voor diezelfde persoon, hè? Ik heb wel eens watcha gekocht voor meisje. Mm. Wat is watcha? vertel? Gewoon een horloge. Ja, maar wat voor een? 36 mm, datejes, oh. Dat is een Rose. Rolex. Ja. Ja, wat voor een zei je? Uh, 36 mm. Ja. Stau rozee. Ja. Met uh, pink dial. Dus dan praat je al gauw over een 13.000 euro. 1000, sorry. 13.000 euro. Ja. Duizend, sorry, duizend? 13, ja. Maar dat zou ik nu niet meer doen, nee, dat zo. Ligt eraan als je de waren misschien vindt, wel? Nee, ik denk, het, ik denk dat het zeg maar, het is niet, het is zeg maar die persoon, ik heb het gevoel, die persoon was niet zoals jij zegt van, uh, ze was erop uit. Maar ik heb wel het gevoel dat ik die persoon te veel heb gegeven. Waardoor het ook op een gegeven moment dacht ik ook van, ja. Heb Moet ik voor jou kopen? Boot, helikopter, dat kan je niet kopen. Snap je? Op een gegeven moment kwamen er verwachtingen. Of ja, dat, dat in is a wel, way. Dat is wel hoe je het kan zeggen. En misschien kwamen er geen verwachtingen, maar kreeg ik wel die fury van: uh, Er zijn verwachtingen. Mm -hmm. En uh, ja, man. En hoe zou je het nu doen als je terugkijkt naar alles wat je anders uh, hebt gedaan in het verleden? Ik denk, ik denk gewoon wat rustiger aan Want ik wil ook die keel stel. Ik ontmoet jou wel en ik vind jou echt leuk. En ik voel jou echt. Ja, dan, dan zijn we ook heel snel een soort van. Niet per se gezetteld, maar die pot zit snel op die deksel. Mm -hmm. Dus gewoon rustig aandoen. hoef niet gelijk te ragen met geld. Uh, ik heb ook gemerkt, zeg maar, ik heb mijn vorige relaties wel eens. Uh, uh, mijn ex of exen iets te dicht bij mij gelaten. Dus mee naar shows, mee naar dit, mee naar dat. Dat hoeft ook niet meer. Mm -hmm. Gewoon, ja, dat soort dingetjes weet ik gewoon van. Uh, Iets rustiger aan of zo. Alles kalmer. Ja, maar 100%. procent. No. Nou, ik... Is er ik, iets uh, wat jij vroeger eigenlijk hebt gedaan, Jay... waarvan je denkt van... dat heb ik toen gedaan en nooit meer? Mm, nee, ik denk dat ik in deze... De dingen die ik in deze relatie doe heb ik vroeger... Heel veel heb ik vroeger niet gedaan. Zeg maar, ik ben wel... Ik denk dat ik beter daarin ben dan vroeger. Dat zeker, ja. Mm -hmm. En uh, ja, vroeger had ik ook niet zo bijvoorbeeld... Voor cadeautjes bijvoorbeeld had ik ook niet zo veel geld of zo, dus... Het ging ook niet echt heel, heel ver of zo. Mm -hmm. Dus de meeste dingen die, die ik nu doe, dat is gewoon nu in deze relatie. En ja, misschien was ik vroeger uh, een beetje naïef en te lief en te, zeg maar, ook heel snel erin duiken. Maar ja, goed, ik zit nu zo lang al in een relatie dat ik... Hoe uh, lang? Twaalf jaar bijna. Twaalf jaar. Gaat snel, hè? Gaat echt snel. Dus, uh, ja, ik hoor, dat ja. ik gewoon ja dat ik me dat soort dingen eens meer kan herinneren of zo. Maar dat ik kan gewoon, ook ja. een, een negatieve lading hebben. Bijvoorbeeld uit mijn ervaring en dit kan misschien jij ook krijgen dat je uh, bijvoorbeeld heel erg lief en naïef bent geweest en alles aan het geven was wat heel mooi kan zijn, maar door nare ervaringen ga je dat op een gegeven moment niet meer doen en dan ga je meer de kat uit de boom kijken, terwijl stel je komt wel de juiste persoon tegen en je gaat je inhouden is zonde. Ja, ik denk met de tijd, dat heb ik dan gedaan, met de tijd vond ik mezelf weer terug. Ja. En dan merkte ik dat iemand dat gewoon uit mij haalde door hoe zij was. Omdat op een gegeven moment kom je erachter van, oké, okay, je maakt genoeg met elkaar mee, waardoor je weet van, oké, okay, jij bent wel solid, zeg maar. Je weet het, toch, je bent mm -hmm. wel zo en zo en zo. Oké, okay, oh, wow. En als iemand met je is terwijl je eens keer bent, ja, dan weet je ook wel een soort van, oké, okay, is, puur dan is dan anders, 100, ja, toch? Ja. En uh, ook in de zware tijden, diegene is gewoon met je. Je kent elkaars familie al. Kijk, mijn voordeel was dus, uh, mijn wifey, Zeg maar en onze families gingen al met elkaar om voordat we met elkaar gingen. Oh, wauw, ja. Yeah. Snap je? Zij kent mijn oude niveaus, ik ken haar oude niveaus gewoon. Voordat That we elkaar al nice. kenden, kenden we elkaars familie That al. Loopt. Ik ken haar via mijn nicht. Dus dat zijn ook weer voordelen waardoor ik bij achterberg kom. Ooit, oh, zij is echt zo. En door dat te weten, ben ik langzaam steeds meer gaan durven zijn wie ik, wie ik op dat gebied in mijn en love trust language ben. Wat meer, yeah. Zeg maar in mijn love language, is dus iets meer kwetsbaarheid tonen, iets meer mijn best doen. Gewoon de, de zin hebben om, hey, ik wil eigenlijk gewoon een cadeautje kopen. Om een nice. voorbeeld te geven. Kijk, mijn wife wil bijvoorbeeld een bepaalde tas kopen. En Welke bagage? Zij wou een tas kopen waarvan ik dacht van waarom ga je. Je gaat echt niet deze tas baaien man. Het was oh. het Kelly of een Burke. Nee, het was gewoon echt een hele bescheiden tas. Oh. Gewoon te. Ja. Te, zeg maar. Oh, in that way. Ik begreep ja, hem. ook. Zou een tas kopen waarvan ik, ik dacht van ja, okay. even serieus. Alsof je geen man hebt, die, een betere die tas jou bij. even gewoon iets cadeau kan geven. Je weet mm -hmm. toch? Dus ik zei van ja, jij gaat die bagger niet bijen, man. Je gaat gewoon voor iets goeds kijken. Mm -hmm. Ja, maar tas is, dat is toch gewoon leuk. Die tas is leuk. Oké, okay, koop hem. Maar je gaat niet naar huis komen zonder, dat je... zonder een tas van minimaal dit mm -hmm. kaliber. Het heeft uiteindelijk echt een leuke tas gehad, broer, Tot sinds die dag, bro. Ze heeft die tas tien dagen geleden gekregen. Oh, okay. Ze heeft elke dag die tas gerookt, bro. Ja. Uh... Terwijl ze moeilijk ging doen van ik wil die bakker niet halen. Snap je dus? En het gaat niet om het spullen, om de spullen. En uh, juist misschien omdat ze zo is, wil ik het geven. Mm -hmm. Maar ja, toen ik het niet kon, ja, kon ik het niet. Ja, toch. En, en nu ik het kan, wel. wil ik het graag geven. Ja, dus op een gegeven moment verander je wel weer. Daarmee dat wil ik ermee zeggen. Op een gegeven moment verander je denk ik wel langzamerhand weer naar wie je zelf bent. Mm -hmm. Als je het gevoel hebt dat je degene hebt gevonden die het waard is. Ja, het komt vanzelf weer terug naar boven. Denk het wel. Ja, daar ben ik het wel mee. Ja. Wat ik me ook kan voorstellen, is dat je zeg maar in een relatie kan komen. Jij hebt een bepaalde love language. Jouw partner heeft een bepaalde love language. Die niet hetzelfde is. Mag je dan wel van elkaar verwachten dat iemand dat geeft? Zeg maar. Snap je? Als je weer bijvoorbeeld. Zeg voor je bent niet van de aanraking. Mijn partner is erg van de aanraking. Is, is het dan, lastig, is het dan de bedoeling in de relatie dat je je dan een soort van. je over daaroverheen zet om toch diegene wel. De love language, of de love te geven die diegene. de uh, love te geven op de manier waarop diegene dat eigenlijk is zou a, willen. is een keuze. Als jij bereid bent om, stel, mijn love language is niet uh, aanraken, maar die van haar ah, wel. En stel, ik ben bereid om het te proberen en me eroverheen te zetten, is dat de keuze, man. Denk ik. Ik vind het heel. Ik denk dat ik voornamelijk eerst oplet op iemands love language voordat ik met iemand ga. Ik vind. Dat een love language ook de connectie met elkaar bepaalt. Dus als, als het niet matcht, is het ook heel moeilijk om elkaars glas te vullen of zo in een way. Snap je wat ik bedoel? Met liefde. Ja, snap ik. Maar sommige dingen zijn zo, zo subtiel dat je er met de tijd pas achter komt. Zoals het Klopt. feit dat sommige dat mensen ook. het echt fijn vinden om één keer in de zoveel tijd te horen: Hé, hey, schat, ik hou van je. Ik ben gek op jou. Ik ben gekker op niemand geweest in mijn leven als zo gek als dat ik op jou ben. Dat gevoel. Um, niet iets uh, zeg maar dat willen horen daar kom je op een gegeven moment later pas achter dat is niet iets wat iemand meteen tegen je zegt van hey, dat ik heb het is echt nodig so. dat je echt elke week of elke zoveel tijd dat tegen mij zegt want dat vind ik fijn en als je niet van dat bent dan is de vraag eigenlijk van in hoeverre ben je aangeven, bereid ja. in hoeverre ben je bereid om te zeggen oké okay, ik ben niet die guy die die want zeg voor je vindt dat cheesy oh, ik, vind, ik ben niet die guy die dat doet maar weet je ik weet dat zij het fijn vindt. Daarom probeer. doe ik het. Ik zeg je eerlijk, ik denk dat dat een van de sleutels is tot een relatie die werkt. Mm -hmm. maar, Wat die, is jouw la, zeg maar, love language? Zeg maar, die taki, zit die niet al in die standaard van oké, okay, we praten nu met elkaar op snap of app of dm, maakt niet uit. Is dat niet een van die standaard vragen die tegenwoordig, vragen? ik vraag het. Wat vraag je? Als ik, echt, als ik met iemand praat en ik ken diegene niet, vraag ik van hé, hey, hoe heet je? Waar kom je vandaan? Mm -hmm. Wat is jouw love language? Als ik geïnteresseerd ben, wat is jouw love language? Wat is ja, Je hebt het, het er inderdaad wel in over. Het ja. praatpakket. Tegenwoordig heb ik het gevoel. Maar dan, dan heb ik ook wel eens vaak dat je dan met elkaar praat. En dan denk je, ja, man, diegene snapt het helemaal. En dan op een gegeven moment in daden waren het alleen maar die... praatjes. Ja, man. Die heb je ook. Maar ik ken ook bijvoorbeeld een stijl waarvan um, de vrouw ook wel eens had van dat ze bijvoorbeeld ging omkleden. En dan had ze een leuke outfit aangedaan. En dat die man er gewoon langs heen kijkt. En zij had wel eens. Graag wil dat hij zegt van oh schat, wat zie je er leuk uit. Mm -hmm. En ze missen dat. Communication is key. Communicatie is mijn love language. Niks van eigenlijk al die andere dingen hoe ik zo nadenk. Communicatie vind ik het allerbelangrijkste. Mm -hmm. Want als jij communiceert met elkaar goed, van hey, ik vind dit niet vet of ik vind dit wel lauw, ja, dan kan je eraan werken. Maar ja. als jij het voor jezelf houdt, en zoals zeg volgens mij, die vrouw het tegen haar vriendin ging vertellen, en niet tegen haar man, ja, waar ik ook niet over. En, en, en toen hebben we haar het advies ook gegeven van zeg het hem. En toen heeft ze het gezegd en hij hield daar rekening mee en toen is het allemaal goed gekomen. Maar je hebt ook mannen of vrouwen, sorry Jay. die dan op een gegeven moment zeggen van, uh, ja maar zo ben ik gewoon en uh, ik kan dat niet of ik doe dat niet. En dat vind ik een kwalijke zaak in een relatie. vind ik ook. Vind Want je wil geven een kwalijke en nemen. zaak, Want kijk, maar het heeft dus twee kanten. Het is wel belangrijk dat je, ondanks dat je zou willen dat het uit diegene zelf komt, om het zaadje wel te planten. Toch? Want anders ga je nooit vruchten, vruchten plukken van, maar misschien van, van iets. is dat, 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 dat is wat ik net zei: van het is een keuze. Misschien vindt diegene haar dan niet zo, goed, zeg maar, genoeg om ik vind het raar. zichzelf aan te passen. En dan ik moet vind... die vrouw sterk zijn en zegt: Oh, klaar. klaar. Als jij dat niet kan doei. Heel goed gezegd. Dat is het ook. Ja. Het is voor elkaar geven en nemen. En als iemand niet bereid is om jou iets zo kleins te geven, ja, dan moet je je crazy. afvragen of diegene ja. wel echt om jou geeft. Ja ja. Wauw, hebben we dit gewoon nu zo ontcijferd? Gewoon? Nou, we zijn het met elkaar eens. Nee, nee, maar je moet wel beseffen dat die Tory het nog gewoon oneerlijk is. Dat <laughs> blijft is gewoon. Het is niet oneerlijk, het is sowieso oneerlijk. Nee, nee, die... Ja, nee, goed. Nee. maar goed. In ieder geval, ik ga naar de kampelijkheden. Weet je wat we doen? Wat? Als mensen het ook oneerlijk vinden, of laten we vragen wat mensen vinden in de comments. Oké, okay, stuur het zet even in de comments wat jullie vinden. Ja. Zijn jullie eens met dat we zo'n deal kunnen sluiten? Dat je een eerste bij de wijn aanraking doet? vanuit de, de vrouw mag komen, want anders moet de man gewoon lekker zijn tengels bij zich houden en gewoon niet aankomen. Maar wel de eerste date initiëren, uh, organiseren en betalen. Oké, okay, of het is gewoon... hoor dat? Er staat één ding tegenover drie dingen. Nee, <hums> ik je bent jezelf zo aan het verkopen, dat mag ik ook. Of je reageert in de comments, ik ben het eens met Mahi, want je moet op je gevoel afgaan. Het maakt niet uit wie de eerste aanraking doet. Zolang het goed voelt, moet je het gewoon doen. Ja? Ik vind comment. het gevaarlijk. Uh, Eén comment voor Jay Max en dan bij deze man puur Ja, ik nee, vind het gevaarlijk. ik heb jou niet gevraagd. <laughs> ik, vind het ik vind het echt heel gevaarlijk, want je kan je gevoel denken van, ik hey, voelt alles wel helemaal goed. En dan gaat het niet goed. Nou, je hebt je woord zelf verkocht. Goed, complicated, complicated question. Uh -huh. Dit was al een complicated hey, ja, question. Ja, dit was een hele complicated uh, theorie. Maar wel een mooi onderwerp natuurlijk. Maar ik heb best wel een lange complicated question. Oeh. Ik ga hem zo moeten lezen bij wijze van... Hoi Jay en Mai. Bedankt dat jullie iedereen's vragen altijd beantwoorden. Ik hoop dat jullie die van mij ook anoniem willen beantwoorden. Hey. Ik kan het goed vinden met mijn vriendin, maar ik ben nooit verliefd geweest op haar. De tijd ik verder, maar een besluit om te trouwen lukt me maar niet. Hoe verstandig is het om te trouwen als je vanuit verstand doet en niet volledig vanuit gevoel? Ik ben een man van 33, Turks en heb een Hollandse vriendin van 29, ik heb ook een kinderwens. Verder ben ik een typical likable dude die sinds day one moeite heeft met nee zeggen. Dus uitmaken is extra moeilijk voor mij. Ik heb het hiervoor drie keer wel gedaan. En de overige situaties waren awkward. Dus haakjes waar ik uiteindelijk niet trots op ben. Oftewel onvolwassen gedrag en ghosting. Concreet zegt hij nu. Ik beland telkens in relaties en heb nooit eigenlijk een vrouw zelf. Uitgekozen en daarvoor gevochten tot ze van mij is. Blessing with a curse. Deze man schrijft het wel duidelijk. Hè? Ik viel eigenlijk niet op Hollandse vrouwen in het algemeen. Doordat ik, oh ja, doordat ik iemand met een goed karakter een echte kans wou geven, heb ik, dat, heb ik toch de keuze gemaakt om een relatie te starten nadat wij een half jaar met elkaar zaten te daten. We zijn nu inmiddels twee jaar verder. En we zijn ook wel eens op vakanties samen geweest. Ik zie de kwaliteiten van een goede vrouw in haar. Zoals zorgzaam, sparringspartner en een 24-7 friend. Wat ik mis? Een ongeforceerde connectie met mij. Mijn familie en cultuur. Hmm. Een uiterlijk waar ik echt op val, zegt hij ook. Spontaniteit en interesse in geloof slash spiritualiteit. Ik kan me een toekomst met haar voorstellen. Dat is prima maar waarbij ik dan regelmatig met de gedachte in mijn hoofd zal zitten van er was een betere match voor je als je actief ging zoeken in plaats van relaties op je af te laten komen. Kiezen en niet belanden in, in relaties. Ik zou het fijn vinden als jullie het What the fuck? hierover willen hebben. Met vriendelijke groeten ja anoniem wat wow. een hij heeft geen verhaal. duidelijke vraag Abin moet gewoon een boek gaan schrijven ik begrijp niks ervan nee. ik heb niks onthouden ik kan helemaal, het ik niet, kan het maar. denk ik wel kort samenvatten ik, ja, ik hij uh, uh, um, heeft heel weinig initiatief genomen en is zeg maar een soort van uh, met de zijn verstand altijd in relatie dus hij gaat nooit op meiden af de meiden gaan een beetje op hem af hij krijgt een complimentje en daardoor gaat er, komt er een date mm -hmm. en dan ja, merkt hij Ga van dan eigenlijk dan is er mezelf. niks mis en hij rolt dan in de relatie of niet. Dat heeft hij nu dus met. Zonder het... dat hij echt gevoel is ervoor. Juist. Hij weet gewoon: oké, okay, dit is een hele goede vrouw. Ik zou dom zijn als ik haar laat gaan. Maar hij voelt niks waar. Hij maar vindt er ook niet faalden. zo aantrekkelijk. Maar even een vraag hè? Ja. voor jullie allebei: zouden jullie twee jaar, twee jaar stond er toch? Ja. Twee jaar met een vrouw kunnen leven, aandacht geven. Zonder dat je er iets voor voelt. Wat zei hij? Dat hij niet verliefd was. Hij zei dat hij niet verliefd was. Ja, nee. dus hij vond het wel lees. een hele goede vrouw. een goede sparringspartner. Wat had hij nog meer gezegd? Um... Ik denk, hij begrijpt zichzelf niet. Je weet, hoe kun jij twee jaar met iemand zijn. als je niet verliefd op diegene bent? Verliefd voor mij is drie, zeg maar, als, die, als ik die af kan slepen, dan weet ik dat ik verliefd ben. Toch? Welke drie dan? Ja, dat wil ik niet zeggen. Hè? Oh. <laughs> Waarom nou, wil je dat niet, niet zeggen? Je mag alles zeggen hier. Ja? ja, ik kan gewoon. Uh, ja. zeg maar, als ik met jou kan lachen. Ja. ja. Ah nee, vier. laat me vier doen. Okay. Als ik met jou kan lachen, uh, als ik zenuwachtig ben om jou de eerste, weet ik voor wat, is het vier, vijf, oh, zes, zeven nice. keer te zien. Ja, dat klopt. Ja, die kriebels. Ja, mm -hmm. uh, ja mm -hmm. dus die, die moet dan, dan uh, uh, als ik het gevoel heb dat je loyaal en betrouwbaar bent, en als het die naai goed is. Maar het is mij, het seks maar het is ook goed maar, ja, ja, ik snap het je brood, ja, Maar, maar ik ja. kan dat kan niet op he. jou zijn. Ja. Soms wel. Soms wel. Goed. Soms eerst. Soms komt het na. Ja. Soms komt uh, dat en dan de rest daarna. Ik denk dat ja. dat me ook wel eens een soort van overtuigd heeft om verliefd op iemand te zijn. Of zo. En niet bewust, maar onbewust. Als die naai echt goed is, ga je sneller iemand. Denk ik, hè? En mens, mensen vinden dat soort van een taboe. Van, je kent niet naaien op de eerste, tweede of derde date. Voor mij het persoonlijk. Het loopt voor iedereen anders. Is ja. dat niet zo? Ja. Want stel, tweede of derde date, ik naai jou oh, en die naai is echt supergoed. Gaat dat mij misschien nog meer verlenen? in mijn buik geven? ga ik jou. Ga ik mijzelf zeg maar openstellen om jou leuk te kunnen vinden? Maar ik zou bijvoorbeeld. Ik kan het niet begrijpen dat diegene dan geen gevoelens voor diegene heeft. Maar je, je bent wel elke dag samen. Je gaat op vakanties. Je hebt het leuk. Het klopt niet of zo. Voelt die vrouw dat niet? Dat kan toch ja. niet? Kijk, liefde is ook iets wat kan groeien. Ja, maar, maar twee, twee jaar. Tijden, schat. Het kan. Over tien jaar misschien dan? Nee, tien jaar is onzin. Nee, nee. maar als jij al tegen jezelf zegt. Wat je mist, is dit. Connectie met mij. Bro. Dat is Bro. toch wel fout? Dat zoiets Bro, daar heb je. Ge... Hoezo ben je er überhaupt twee jaar? Hij stelt gewoon een serieuze vraag. Connectie met mij. Toch goed? Maar is dit echt Mijn familie. Die familie is heel belangrijk, maar zonder dat kan je nog steeds connectie met elkaar hebben, toch? Oké? Okay. Laten we die niet eens meten. En cultuur. En uiterlijk waar ik echt op val. Ook niet eens per se een van de belangrijkste dingen. Maar de allereerste toren die connectie. Oké, okay, spontaniteit en interesse in geloof en spiritualiteit. Dat mist hij een beetje bij. Maar na twee jaar zeg je toch ook wel tegen elkaar. Ik hou van je. Sowieso Abbie, misschien niet. Dan, maar ik zou het fucking vervelend vinden als ik de hele tijd met iemand op date moet gaan. Die helemaal into me is, maar ik voel dat niet. Dan ga ik me irriteren aan diegene. Maar misschien heeft hij ook een beetje die verhaal verdraaid, want ik geloof niet dat, Dit kan niet. dat, dat ja. hij twee jaar lang met iemand is, op vakantie is geweest met diegene, een relatie met diegene is, heeft, maar hij voelt hij niet. Dan, wat, nee. dan, dan ben jij jezelf kwijt. Dan moet je niet ja, naar complicated <laughs> berichtjes sturen, je moet psychiater. Nee, maar, 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 maar grappig hoe je, dat, hoe je dat zo zegt. Maar, maar mijn vraag is ook, wat interpreteer je als verliefd zijn? Ja, ik, want, gevoelens voor iemand hebben, toch? Hoe ga je twee jaar lang met iemand om? En stoort het je niet? Niet, dat is wat ik zeg, ja. Even, is het misschien een issue dat hij gewoon uh, moe besluitloos is, omdat hij bang is dat hij de verkeerde beslissing maakt, omdat er misschien een betere buiten rondloopt? Nee, ik denk dat hij het oprecht gewoon niet voelt. En dat het dit gewoon voor hem niet is. Ja. En dat hij hiermee moet kappen, want hij houdt, je kreken. houdt echt jezelf voornamelijk voor de gek en niet eens die ander. Stop dit gewoon. En hoe moeilijk je het ook vindt om nee te zeggen en te stoppen. Je kan niet jezelf. Kijk, misschien hou je een ander voor de gek, maar jezelf voor de gek is nog dommer. Ja. Wow. Dus. Stop dit. Dus. Ja, sorry man, dit maakt me gewoon bijna boos. Ja, ik hoor het, ik voel het. Ja. Ik geloof bijna niet dat het echt is man. Ik denk iemand had gewoon zin om een lange verhaal te schrijven man. Wow, is Doe dat nog. vooral niet, guys. Ik het <laughs> nog zeker. Want er zijn mensen met echt een complicated question. Als, als je denkt dat jouw grapje zou nou weet ik niet of deze persoon een grap maakt. Misschien is het echt, maar dan is wel lijp. Ja, ja hij, hij stelt ook geen vraag, maar hij vertelt dus wel heel veel in de zin van: Hij weet dat hij daar niet wil zijn. Ja, je dus geeft dat toe. Je bent 33, het is nu wel genoeg geweest met die spelletjes. Of je kiest voor deze vrouw waarvan je weet dat het een hele goede vrouw is, want daarom ben je er eigenlijk. Je bent ook bang dus om haar los te laten. Hij is gewoon bang. Dat is mijn, dat is of ben je bang om verliefd te zijn? Nee, hij is bang om, om, om beslissingen te nemen. Hij is bang om keuzes te maken. Want hij is bang dat als hij het ene kiest, dat het andere fout is. En als het andere kiest, dat het ene fout is. Want hij, is, hij heeft nu gekozen ervoor om met haar te zijn, omdat hij weet dat ze goed is. Want als je niks voelt, maar je bent er, dan zijn er zoveel goede dingen dat het boven je gevoel gaat, dat je verstandje gewoon zegt dat je daar moet zijn. Toch? Zodanig dat je verstandje twee jaar lang daar houdt. Toch? Oké. Mm -hmm. Oké, okay. okay, dus dat is dit. En hij is dan nog bang voor al, alles wat er buiten loopt, wat hij niet kent. Want als hij die vrouw had gezien buiten, dan was hij al weggegaan. Mm -hmm. Als hij verliefd was, schoorde buiten, was hij al weggegaan. Gaat hij weg straks? Hij gaat, hij gaat ook dus niet weg, omdat hij bang is dat dat weer een verkeerde beslissing is. Dat is mijn beredenering. Dat deze man gewoon niet de man up. grows up. je toch? En maak gewoon een beslissing en sta daarachter. En dan kom je erachter dat het achteraf een verkeerde beslissing is. Own up to that en oké, okay, dan heb je weer geleerd. Maar dan heb je tenminste geleerd. Nu ben je bang. Dat is geen manier van leven. Ja. En, en. Je bent iemands tijd in beslag aan het nemen die zij nooit meer terugkrijgt. Je bent nu eigenlijk ook, je bent geen likable dude. nu aan het zijn, ondanks dat je dat in de omgang misschien wel bent. Maar volgens je eigen maatstaf, hoe ik het zo lees, ben je eigenlijk niet eerlijk bezig. Amen. Niet zomaar, niet wie say more. Ja. Ik, eh, nee, ik ben niet. Heb je ook een complicated question? Stuur het dan. Kom je er niet uit? Stuur het dan uh, naar Mai, want... Uh... Nee, dankjewel. <laughs> stuur het naar Jay Mai. Weet naar... je wat, stuur het naar ons allebei. <laughs> de, naar phoenix.nl en dan gaan we ermee aan de slag. Yes, thank you Jack. Ja, ja. jullie bedankt man.